hand al wel een beetje. En dat is gewoon een goed begin. En afhankelijk van wat hij dan doet, blijft hij aan de leven of is hij dan los. Nou, we gaan eerst eens even kijken wat we van de schapen vinden. Jullie honden zijn nog nooit bij schapen geweest. Omdat ze de graag middenin kunnen halen en ze aanvallen en al die dingen meer. Dus daar heeft hij tussen. Lukt dat? Halen we ze eruit. Dus we gaan kijken of die dus ook daadwerkelijk met die schapen wat gaan doen. Schapen zijn over het hek heen gesprongen en de herder moet ze nu weer bij elkaar halen. Maar ze hebben een flairhond, dus dat loopt hartstikke mooi. En daar staat de herder. Nou, snapt u het. Ja, daar komen ze. Dat gaat goed. Ja, dat gaat goed. Hoe krijgt hij het opeens? Opeens weet hij het. Hij snapt het. Snapt het. Nou ja, nou is die boer of zo. Hij snapt het. De herder en zijn schaapjes. En Oles zijn tactiek is blaffen. Rennen, rennen, rennen. Nou, Ole begint het een beetje te snappen. Hij loopt er veel bij. Schaap opjagen. Daar staat Ole. Keffen, keffen, keffen. Nou, dit is de hele club. Zweedse lappenhonden. Zwarte boeren. Aan de kant. Af. Af.
Nee, deze kant. Hij zit daar precies voor het hek. Oh, dat. Ja, goed zo. Nou, het is prachtig weer. We zitten hier heerlijk. Prachtig zijn. En dat je dus, als je ze gaat belonen elke keer dat ze even iets doen. Dan ze, oh, mag ik vandaag wel? En dan komen ze een heel klein beetje weg. We hebben dus bij de meeste honden ook in de tweede ronde iets meer gezien dan de eerste ronde. Kijk, je moet niet naar die grif laat ze belonen. Naar dat soort idioten kijken, dat is natuurlijk ook niet normaal. Dat wil alleen maar werken. En er zit natuurlijk ook niet fatsoenlijks tussen. Ik wil iedereen bedanken voor de komst. Ik vind het hartstikke leuk dat er zoveel leden vandaag aanwezig zijn. Dit was voor ons als nieuw bestuur de eerste keer dat we dan samen met Lies, die lid is van die commissie Werkende Honden, een activiteit hebben georganiseerd. Ja.